Een hele goede morgen iedereen, welkom bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. Vandaag is het weer ochtend en het is een nieuwe vakantievlog. Dus ja, hopelijk hebben jullie er zin in. Vandaag wordt het een vette dag. Ik ga als eerst eventjes douchen. Dus ik ga eventjes douchen en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Zoals jullie kunnen zien ben ik klaar met douchen. Waarschijnlijk horen jullie het wel, maar op de achtergrond staat even dat ding aan. Want het is echt super heet. Tenminste, buiten is het best wel koud, maar hier binnen is het echt enorm heet. Dus dat is een beetje naar. Wij gaan vandaag iets super vets doen. We gaan namelijk de Harry Potter tour doen door Londen, waar natuurlijk Harry Potter is opgenomen. Ik ga alvast zeggen, we gaan niet de tour doen dat je echt naar Zwijnstein gaat. Helaas, want die staat wel nog ergens. Alleen die kaartjes waren uitverkocht en dat soort shit. Dus nu doen we gewoon de tour door Londen. Die bijvoorbeeld allemaal plekjes in Londen laat zien waar Harry Potter is opgenomen. Dus daar heb ik best wel veel zin in. Want ik ben best wel een eigen Harry Potter fan. Dus dat wordt natuurlijk best wel vet. Ik moet me alleen eerst eventjes omkleden. En dan ga ik eventjes eten. En dan komt er waarschijnlijk weer een timelapse. Want ik doe gewoon elke dag lekker een timelapse. Wanneer we in Londen zijn. En dat vind ik ook best wel leuk om te maken. Dus ik ga eerst even eten en dan gaan we denk ik zo naar Londen. Zo, ik heb dus eventjes gegeten. En dan gaan we nu lekker weer naar Londen voor iets van de derde keer of zo, vierde keer. Dus daar heb ik weer enorm veel zin in. En ik ga natuurlijk weer allemaal filmen. Maar natuurlijk weer super episch. Dus let's go naar Londen. Oké, het wordt dus niet een soort van timelapse. Ik ga gewoon een beetje een voice-over doen over de plekjes waar we dus zijn geweest. We zijn als eerst bij het eerste gebouw en hier is namelijk in Harry Potter de Prisoner of Azkaban en Harry Potter en de Goblet of Fire is namelijk in dit gebouw de trap gebruikt die je dus soms wel eens ziet. Een spirale trap van natuurlijk Zwijnstein. Die zit eigenlijk gewoon in dit gebouw en die hebben ze dus eigenlijk gewoon gebruikt voor de Zwijnstein zodat ze Zwijnstein echt tot leven konden brengen zoals ze echt wouden hoe het eruit zag. En dit hebben ze dus in twee films gebruikt. Ook bovenop dit gebouw is gefilmd voor Fantastic Beasts. Nou weet ik niet welke van de twee Fantastic Beasts. Komt nu wel eventjes in beeld. Want als ik eerlijk ben, ik heb Fantastic Beasts nog niet gezien. Die moet nog steeds kijken. Maar dat is hier dus ook opgenomen. Dan zijn we hier bij de volgende plek aangekomen. En dit is namelijk de Millennium Bridge. En die is namelijk ook opgenomen voor Harry Potter. Namelijk in deze scène. En in deze scène zien jullie dus ook dat de brug eigenlijk helemaal gesloopt wordt. Door natuurlijk dooddoeners. En dit was in Harry Potter en de Half-Blood Prince. En hier is dus ook iets van Harry Potter opgenomen. Zijn we hier bij het volgende stuk aangekomen waar ook iets voor Harry Potter is opgenomen. Dat is namelijk uit de eerste film van Harry Potter, namelijk Harry Potter en de Philosopher's Stone. Dit is namelijk nog voordat ze bij de Diagon Alley uitkomen. Maar vervolgens switcht het beeld namelijk naar Hagrid. En bij dit stukje denk je dus eigenlijk dat ze op dezelfde plek zijn. Maar eigenlijk zijn ze dus op een totaal andere plek die gewoon een paar straatjes daarachter ligt. En dat was dus nog wel iets om leuk te weten dat dat dus zo is gefilmd. Fun fact van Hagrid is ook nog eens dat ze altijd Hagrid van onder filmen. Een beetje uit het perspectief van Harry. Want zo lijkt Hagrid namelijk veel groter. Uiteindelijk kwamen we uit bij de Great Scotland Yard. En hier is namelijk ook weer iets opgenomen van Harry Potter. Namelijk een stukje dat rond zeg maar bij een muur staat. En dan kijkt hij zo om de muur heen. En dat is hier namelijk opgenomen. Je ziet uiteindelijk ook nog een stukje van een loopbrug. En daar stond dus ook nog in de film een telefooncel. Maar die staat er nu helaas niet meer. Hier is dus ook nog een stukje opgenomen van Harry Potter. Dan zijn we uiteindelijk nog bij meer locaties geweest. Maar ik kon dat niet echt goed filmen, want het ging namelijk super hard regenen, waardoor ik dus ook niet vanuit de bus kon filmen. Omdat je zeg maar gewoon helemaal niks zag. Uiteindelijk werden we nog afgezet bij natuurlijk King's Cross. En voor de mensen die dat natuurlijk niet weten, daar is namelijk de speciale scène opgenomen uit de Harry Potter films. Dat Harry natuurlijk door de muur heen rent op platform 934. Fun fact nog van deze plek. Platform 9
en 10 bestaan helemaal niet. Die platformen bestaan gewoon niet op King's Cross. Ze hebben namelijk de stukjes opgenomen bij platform 4 en 5. En ze hebben dus de bordjes veranderd, waardoor het dus net leek alsof het echt 9-3-4 was. Voor de rest op King's Cross was namelijk ook nog de Harry Potter winkel. En je kon dus ook nog een foto maken dat je door de muur heen rent. En ik heb ook nog iets gekocht bij de winkel. Oké, zoals jullie kunnen zien, het is momenteel alweer donker. En ik heb deze ook weer aangezet, want het is echt super heet hier zo weer. Wow, daar ben ik weer. Hallo, hoi. Wij zijn weer terug van de Harry Potter tour. Ik weet, ik heb niet zoveel gefilmd. Ik ga het nog kijken met het editen en dat soort shit. Hoeveel ik heb gedaan, als het goed is, heb ik een soort van ja, vergelijkingen met de film en de plekjes gemaakt. Wat dus best wel leuk is, alleen ja, we zaten dus in een bus en zo hadden we zeg maar een tour. En dat filmen ging niet zo goed, want sowieso in een bus filmen is best wel moeilijk om dan echt goede shots te maken. We gingen er wel soms uit, dus dat was ook wel nice. Alleen uiteindelijk ging het ook nog eens regenen en door het regen kon ik ook niet meer goed uit het raam filmen. En daardoor heb ik ook niet zo heel goed kunnen filmen, maar ik heb dus wel wat dingetjes laten zien. We zijn ook bij King's Cross geweest, dus waar platform 9¾ is. We zijn ook bij de Harry Potter winkel geweest, wat ook super vet was. Heb ik niet ingefilmd, want ik weet niet of jullie het weten, maar ik kan niet zo erg tegen drukte. En ja, het filmen vond ik dus ook best wel moeilijk. En ik heb dus ook een foto bij King's Cross gemaakt, bij platform 9¾. En ja, het staat ook op mijn Instagram. Volg mij even op Instagram. Mijn naam is Dit is Jochem. En we hebben ook nog echt zo'n foto, hebben we echt gekocht. Dus voor mij, voor mijn moeder en mijn zusje samen en voor mijn vader. En dat was £30 als het goed is. Die foto die kan ik volgende week laten zien in de vlog. Ik heb hem nu niet bij me, maar ik zal hem volgende week wel laten zien. En er zit ook echt zo'n heel mooi ding omheen en een mooi hoesje eromheen. Dus dat is best wel vet, daar ben ik best wel blij mee. Die is best wel goed gelukt. Dus daar ben ik echt super blij mee. Voor de rest niet zo heel veel gefilmd, want het ging dus best wel moeilijk. Maar voor de rest wel wat leuke plekjes gezien, dus dat is natuurlijk wel nice. Het is hier trouwens echt een enorme troep. Daar liggen nog wat kussens en dat shit. Daar ligt mijn jas, nog een shirt daar zo. Mijn tas ligt daar natuurlijk, nog Lego, Harry Potter shit, Radler. Deo, kaart, Donald Duck poppetje van Lego. Ik heb trouwens hier wel de foto, dus dat is nice. Ze hebben dus gekocht. En ja, hier zit dus mijn foto in dat ik dus bij platform 9¾ sta. Met dus een sjaal van Harry Potter natuurlijk en een toverstok. En hier natuurlijk dat ding die half door de muur zit. Dus dat is best wel grappig. En er zit dus ook zo'n dingetje omheen. Dat is best wel grappig is met Londen daar zo. Hogwarts Express 9¾ natuurlijk. Dit kun je dan ook neerzetten. Ik denk dat ik hem daar zo neerzet. En dat is best wel leuk. Dus ga ik ook zeker op mijn kamer denk ik wel neerzetten. Want deze is best wel vet. En ik heb hem dus ook op mijn Instagram gezet. Dus dat is ook natuurlijk nice. En ik heb ook sokken gekocht. Ja, ik ben natuurlijk, ja, ik weet niet. De laatste tijd koop ik best wel veel sokken. Ik had natuurlijk al die 3 sokken die ik in Tsjechië had gekocht. Natuurlijk die Pac-Man, die Holdok sokken en die Donut sokken. Ik heb nu ook Harry Potter sokken, platform 9¾ sokken. En als het goed staat er ook nog gewoon Harry Potter op. Ja, er staat Harry Potter op. Ik ga ze eventjes losmaken, dan kan ik ze beter laten zien. Kijk, dit zijn de sokken en hier staat dan 9¾ op. En dan staat hier nog Harry Potter op. En er staat nog iets onder. Nee, er staat niks onder. Hier staat gewoon Harry Potter. En dan heb je dus dit zeg maar boven je schoenen bijvoorbeeld uitsteekt. En dit staat dan dus op de onderkant van je voet. Dit zijn dus best wel grappige sokken. En deze waren £4. Dus dat is wel nice. Ik had eigenlijk nog wel meer willen kopen bij de shop. Maar het was best wel duur. Ik wou eigenlijk nog een toverstok kopen. Maar dat was echt gewoon omgerekend €36. En dat is dus best wel duur. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Misschien gaan we nog terug. En dan koop ik het. I don't know. Er is nog een Harry Potter winkel trouwens in Londen. Dus misschien gaan we daar nog even heen. Met deze sokken zijn dus best wel nice. Die ik dus heb gekocht. Ik wou ze eigenlijk van Gryffindor hebben. En dan zijn ze dus rood. Alleen die waren er niet. Je had alleen nog volgens mij Swadderig, Hufflepuff en... Nee, volgens mij had je alleen Swadderig en Ravenclaw. Dus de blauwe en de groene. Volgens mij had je geen rood en geel meer. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik heb gewoon lekker de grijs gedaan.
In ieder geval, ja, dat ding staat dus ook eraan, want het is echt super heet. Nou ja mensen, het is nu momenteel alweer veel later. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem natuurlijk leuk. Ik kan hem natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Volgende week gaan wij iets speciaals doen. Ik ga nog niet echt zeggen wat het is, maar ik kan wel twee hints geven. En dan kan jij achterlaten in de comments wat jij denkt wat wij volgende week om natuurlijk 3 uur in een nieuwe vlog gaan doen. Eén van die dingen wordt je nat. Het andere wat we gaan doen, gaan wij heel hoog de lucht in. Mensen, vonden jullie deze vlog natuurlijk leuk? Dan kun je natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou volgende week weer bij een nieuwe vlog om natuurlijk 3 uur te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen. 3.